En er zijn natuurlijk wel allerlei dingetjes te koop uit China. Als je die in je oor steekt, dan steekt er een halve schoenendoos uit je oorlel. Maar dat kan natuurlijk niet, want dat valt allemaal veel te veel op. Het moet wel allemaal klein en fijn zijn. En dan kom je al snel bij deze terecht. Het mooiste is natuurlijk als je ook nog een beetje je haar eroverheen kan trekken. Dat lukt bij jou wel, Bij ja, mij gaat het bijna. redelijk. En ik heb dan een ontvangertje onder mijn kleding. Met weer een klein zendertje erin. En dat zendt dat signaal draadloos door van degene die het antwoord geeft. En die twee die kunnen gewoon met elkaar communiceren. En als het een mondeling examen is, is het natuurlijk helemaal een eitje. Want dan hoef je niks te zeggen. Want degene die buiten, die hoort wat er voor vragen gesteld worden. En die geeft gewoon het antwoord. Klaar. Het lijkt allemaal wel zo simpel, zo'n draadloos oortje, maar het kan ook voor flink wat gedoe zorgen. Zoveel gedoe dat ik zelfs ooit eens iemand gehad heb die dat oordopje zo hard naar binnen had gedrukt. En het stripje om hem eruit te trekken eraf geknipt had. Dat hij naar de oorarts moest om hem eruit te laten zuigen. En dan heb je nog dit apparaat. Dat gaat piepen zodra je via wat voor verbinding dan ook contact zoekt. Die is dan dus weer handig voor de leraar. Ja, ook korte sms-berichten, WhatsApp-berichten in klokjes om te lezen wat het antwoord is en zo. Pas op. Namen en rugnummers worden natuurlijk niet genoemd, maar Dick heeft wel eens bijna een halve klas aan de spionageapparatuur geholpen. En dan zaten er geloof ik iets van 8 van de 30 met een oordopje, draadloos oordopje in hun oor, de antwoorden te beluisteren die via een buitenaf gegeven werden. En dat was wel de top of the bill. 8 scholieren tegelijk in 1 klaslokaal.